De twee verdachten die vorige week werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 35-jarige Omar Koerig blijven nog 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag bepaald. Volgens de Amsterdamse tv-zender AT5 gaat het om een vader en zijn zoon. Volgens de zender wordt na de aanhouding van de 41-jarige en de 17-jarige Amsterdammers volop onderzoek gedaan in een sigarenzaak in Nieuw-West. De oudste verdachte zou eigenaar van deze zaak zijn. Koerig, die op 20 juni vastgebonden en verbrand werd gevonden bij zwemplaats Ulesprong aan de Tjoekemar bij Sint-Nicolaasga, kwam volgens ooggetuigen veel in deze sigarenzaak. De eigenaar zou Koerig een groot geldbedrag schuldig zijn.